Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag heb ik weer een vlog voor jullie. Het is voor mij woensdag. Ik denk dat jullie deze video pas maandag zien, als ik even goed reken. En het is tijd dat Milky poging 2 krijgt om naar de kapper te gaan. Ja, jij mag ook mee, jij. Muffin gaat ook mee. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat gaan. Gaat jij in die? Jij mag in deze, goed? En dan moet ik Milky nog zien te vinden. Het is oké, Milk. Ga maar. Oh, Milk. Het is oké. Ga er maar in. Flink. Goed zo, Milky. Goed zo. Flink. Flinky. Oké, ze zitten erin. As you can hear, Milky is not happy. Ja, Milk. Ik ga jullie snel laten zien wat ik aan heb. Lijkt of ik mijn pyjama aan heb. Maar het is een jogging. Deze is van Shein. Mijn jas is Pull&Bear. Mijn schoenen zijn Totally Too. Oké, ik heb niks meer gefilmd. Maar ik was naar de winkel. En stuff. En Milky is shaved. Oh, ga je met mijn baby. Baby. Maar zoals je kunt zien aan die plekken, ook had hem echt super veel klitten die echt pijnlijk waren en echt op zijn lijfje zaten, heel dicht. En ze had hem dan proberen te kammen, maar dat was gewoon te pijnlijk en hij ja, histe de hele tijd en wou dan bijten omdat het zoveel pijn deed. En ik had ook gezegd als het niet gaat dat hem geschoren mocht worden. Dan kan zijn haar nu terug, mooi teruggroeien. En dit is echt zo zacht, dat is niet normaal. Hé, Milk? Cutie pie. Oh, garm, liefje. Je bent een klein beetje lelijk, maar nog altijd de mooiste. Hè? En dat groeit terug, hè. En voor hem is het echt, denk ik, wel een verademing. Hé, Milk, dat voelt goed, hè? Ja, hè? Miss Miauw, Sarah noemt ze. Was echt wel een aanrader. Was zo lief. Een lieve vrouw, echt waar. Super, super, super lieve vrouw. Ook in het begin tegen de katjes. Als ik, ja, ik bracht ze dan binnen en dan moest ik weg. Allee, als het echt niet ging. Kon... Ja, jullie krijgen zo nat. Maar ja, dan... ja, ze was zo lief. En Milky was ook zo op zijn gemak. En ja, ze heeft mij dan ook een paar fotootjes gestuurd en zo. Dus was echt, ja, echt top. Een wereld van verschil met de vorige keer. Echt waar. Echt een wereld van verschil. Dus ik ben heel blij dat het gelukt is en dat Milky zijn vachtje nu goed en fris en zonder klitjes hopelijk kan teruggroeien. Maar het was ook gewoon veel. Hij is ook bijgekomen. Hij heeft ook veel meer vacht gekregen. Waardoor dat er heel veel onderhuidse klitten waren, want dat is nog nooit zo geweest. Maar oké, okay. I'm happy. Ik ga mijn jas en zo even uitdoen. Het is de volgende dag. En ik ben een negerinnetijd aan het eten. Van hier is zo'n artsenaal. Hoe noemt dat? Artsenaal. Bakkertje. Die ook zo van alles verkopen. Een winkeltje een paal. En dit is echt de beste negerinnetijd die ik ooit heb gegeten. Zo lekker. En ik ga nu voor de eerste keer bananenbrood maken. Ik weet dat ik laat ben op de trend, want dat was vorige lockdown al een hit.
Maar we zeiden aan Big Brother en Niels zei, oh, ik eet dat graag. En toen zei ik, ik zal het proberen te maken. Dus dat is wat ik nu ga doen, dus wish me luck. Ik ga dat in de blender proberen te blenden, dus bear with me. En ik heb alleen maar dit. En dan krijg ik de banaan al niet mee geplet. Dus bear with me, hè. Oké, het is klaar. Ik heb ook zo zwarte chocoladedroppels erin gedaan. Om het toch een beetje toffer te maken. Dus ik ben benieuwd. Het is wel zomaar een laag bodempje, maar ja, dat zal wel opstijgen zeker. Ik ben benieuwd, hè. Oké, nu moet dat er dus 55 minuten in. En dan we will see hoe het gaat zijn. Ik hoop dat het lekker is. Oké, mijn bananenbrood is eruit. Het zit een beetje bruin. Maar ça va, denk ik. Ik ben zeer benieuwd. Ik heb het wel 10 minuten minder lang ook erin gestoken. Maar ik ga nu eten. Ik heb 2 toastjes met valkorenbrood, glutenvrij, lactosevrij, met avocado. En erop heb ik selder en dan peper en zout. Echt mijn nieuwe obsessie. En zo lekker. En ik heb de tv al even opgezet. En Big Brother is erop, maar ik ga even een vlog kijken. En dan ga ik werken. Ik heb hem gesneden. En zoals je ziet is redelijk... Allee, dun of hoe moet ik dat zeggen, maar is wel lekker. En de chocola erin is ook echt super lekker. Net een stukje gegeten en het smaakt wel heel lekker. Dus I'm happy. Goedemorgen, het is weer de volgende dag. We zijn vandaag vrijdag. En ik ga richting Antwerpen vertrekken, want ik ga vandaag mijn nieuwe auto ophalen. Zoals jullie weten heb ik voorbij, ik denk van september tot nu, met auto's gereden van Starsky, met Mercedes'en, van de Mercedes-Benz garage in Antwerpen. En nu ben ik een van de lucky ones die een jaar lang met hun auto mag rijden. Dus dat betekent dat om de 4 maanden ik een andere auto ga ophalen daar en dat ik deel uitmaak van de Starsky Squad. Dus ik ben super blij. Ik ben ook heel benieuwd wie er allemaal gaat zijn. Ik weet, Rafaella gaat er sowieso zijn. Voor degenen die niet weten wie Rafaella is, Love Island. Dus als jullie hebben gekeken, dan weten jullie dat wel. Ik weet niet welke jas ik moet kiezen. Ik denk deze. Kijk als dat erbij past. Ja, dat is mijn outfit trouwens. Oké, mijn blouseje is naked. Mijn broek is van Totally Too. Dat zijn de nieuwe mom jeans. Ik draag hier trouwens een 38 in. Die is een klein beetje los wel. Hier dan en aan mijn buik. Maar dat zit veel beter aan mijn benen en aan mijn poep. Anders is dat veel te spannend. En dan ga ik deze jas aandoen van naked en schoenen moet ik nog even nadenken. Ik ga jullie dus meenemen. Ik ben echt super benieuwd welke auto het gaat zijn. Spannend, spannend. Ik denk, als ik op de papieren zag, dat het een CLA gaat zijn. Ik heb nu de GLA. Dat is zo een meer Jeep model. En ik denk dat ik nu een CLA krijg. Als ik het goed heb gelezen op de papieren. Nou, dat klopte natuurlijk. Dus dat is wel zo echt een sportief bakje. En I'm all for it. Ik vind Mercedes trouwens echt... Ik denk dat ik dat wel eens heb gezegd in een vlog. Maar vroeger was ik niet voor Mercedes in alle eerlijkheid. Dan was dat zo eerder de
auto voor oudere mannen, want dat had dan ook zo'n klassiek design van binnen en al. Maar tegenwoordig, ik denk sinds een paar jaar, is Mercedes echt zo hip geworden. Zo erop vooruit gegaan en echt, I love it. Ik vind Mercedes echt geweldig. De afwerking is super binnenin. Echt jong en vernieuwend en dat vind ik echt super leuk. I'm all about it. Maar ik ga jullie dus meenemen. Oké, ik ben er ondertussen. Hier zijn alle Starsky auto's. En ik heb de mijne al gevonden. Ik heb even een kleine foto- en videoshoot daar gedaan. Super leuk. En nu ben ik met mijn auto. Hij is echt super mooi. Het is de, ik denk, CLA, zoals ik al zei. Ik weet niet, het staat er niet op, maar ik denk het wel. Ik ga hem laten zien. Ik heb trouwens mijn mondmasker hier, maar er is, zoals je kunt zien, niemand in mijn buurt. Dus ik heb dat heel even af. Kijk hoe mooi. Wow. My name is on there. Ik weet niet of jullie het zien, maar er staat, hey Thalisa, let's talk. Oh, prachtig, wauw. Echt super, super, super mooi. Echt heel mooi. En dan erin, zag ik al, hebben we ook een kleine goodie bag gekregen. Kijk het af, een Starsky zak. Een Starsky notepad. En een Starsky beker. Echt super leuk. Alrighty, ik zit in mijn auto. Ik heb dus de CLA Brick. CLA 180 Brick. Dus het is zo'n lange, extra langer met een koffer of denk ik dat het verschil is. Het enige verschil wat deze niet heeft zijn de lichtjes. Maar ja, oké. Dat is nu ook maar een bijding natuurlijk, die lichtjes. Maar ik vond de lichtjes wel altijd heel tof. Maar de lichtjes heeft hij dus niet. Maar ja, dat is niet zo erg. Ik ga nu naar huis vertrekken. Ik ben echt super blij. Ik ook nog even met Rafaella staan praten. Dan met Amir, ook echt super tof. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daar zo wat mee babbelde. Ik heb die wel eens gezien, maar echt een super toffe kerel. En dan nog wat foto's en zo gemaakt. En nu ga ik naar huis terug. Niels gaat ook echt blij zijn, want die vindt deze auto denk ik nog mooier dan mijn GLA. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Dus let's go, terug naar Limburg. Het is een paar dagen later. Ochtend, as you can see. En ik ga hier deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na over wat jullie van mijn auto vinden. Of wat jullie van Milky vinden. Dat kan ook. En dan zie ik jullie in de vlog woensdag.